Leontine Borsato redt Anouk uit eenzaam resort Maakesh. Het is Leontine Borsato die Anouk uit het eenzame resort redt, waar ze was gestrand in Maakesh door de coronacrisis. Anouk kan op veel hulp rekenen. Ali B. zorgde er al voor dat zijn Devoice een collega medicijnen kreeg voor haar astma. Anouk deelt op Instagram dan ook een video waarin ze haar hartelijke dank uitspreekt. Ik weet nou niet of ik Leontine Borsato moet zeggen, ik neem aan van wel nog, begint Anouk, om vervolgens Leontine te bedanken voor haar ingrijpen toen zij ontdekte dat Anouk in haar eentje vastzat op een groot resort. Leontine heeft me weer in contact gebracht met Willem en Willem is eigenaar hier van het Hotel 11 en hij heeft me in een half uur laten ophalen bij het resort en hier naartoe gebracht in het hotel, dat eigenlijk gesloten is voor iedereen, en ook voor mensen die er al zaten. Ik heb een kamer mogen uitkiezen en hij zei, blijf hier maar zo lang als nodig is. Ik ben helemaal overweldigd. Echt sprakeloos. Ik weet nou niet of ik Leontine Borsato moet zeggen, ik neem aan van wel nog, begint Anouk, om vervolgens Leontine te bedanken voor haar ingrijpen toen zij ontdekte dat Anouk in haar eentje vastzat op een groot resort. Leontine heeft me weer in contact gebracht met Willem en Willem is eigenaar hier van het Hotel 11 en hij heeft me in een half uur laten ophalen bij het resort en hier naartoe gebracht in het hotel, dat eigenlijk gesloten is voor iedereen, en ook voor mensen die er al zaten. Ik heb een kamer mogen uitkiezen en hij zei, blijf hier maar zo lang als nodig is. Ik ben helemaal overweldigd. Echt sprakeloos. Het Devoice jurylid kan er dan ook niet over uit. Leontine en Willem, onwijs bedankt superlief. Ik heb goed geslapen, voelde me heel erg veilig. Dus er wordt goed voor me gezorgd. Ook bedankt de zangeres voor alle lieve berichtjes die ze kreeg. Op Instagram volgen daarop nog veel meer mensen die Anouk een hart onder de riem steken. Ik weet nou niet of ik Leontine Borsato moet zeggen, ik neem aan van wel nog, begint Anouk, om vervolgens Leontine te bedanken voor haar ingrijpen toen zij ontdekte dat Anouk in haar eentje vastzat op een groot resort. Leontine heeft me weer in contact gebracht met Willem en Willem is eigenaar hier van het Hotel 11 en hij heeft me in een half uur laten ophalen bij het resort en hier naartoe gebracht in het hotel, dat eigenlijk gesloten is voor iedereen, en ook voor mensen die er al zaten. Ik heb een kamer mogen uitkiezen en hij zei, blijf hier maar zo lang als nodig is. Ik ben helemaal overweldigd. Echt sprakeloos. Het Devoice jurylid kan er dan ook niet over uit. Leontine en Willem, onwijs bedankt superlief. Ik heb goed geslapen, voelde me heel erg veilig. Dus er wordt goed voor me gezorgd. Ook bedankt de zangeres voor alle lieve berichtjes die ze kreeg. Op Instagram volgen daarop nog veel meer mensen die Anouk een hart onder de riem steken. Push came to shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.